Welkom in de wereld van K3. Oké, meisjes, het is weer tijd voor onze Lotteroké. De wat? Wat? De Lotteroké. Dat is een samenvoegsel van loterij en karaoke. Lotteroké. Mm. Ah, goed gevonden, Karen. Maar wij zeggen sowieso karaoke in plaats van karaoke. Zoals, maar niet uit. Pak een bal. Karaoke. Oké, wat gaan we deze keer zingen? Hey, ja, mama. Hmm. Dat is nog zo'n zelfverzonnen woord eigenlijk. Het Kadriaans, zoals wij dat noemen. Ja. Ja. En zo hebben we er nog een paar, hoor. Kumahe, ja. Oyalele. Mama se. Zapaye. Excuseer. Ja, de Zapaye voor de tv. In de wereld van Kadri. Liedje. Ik ben hier in het dierenpark Plankendaal en ik ben hier gelukkig niet alleen, want ik heb Martin Gauws meegebracht. Dag Martin. Dag Christel. En ik ga je een dier laten zien. Daar wil ik je van alles over vertellen. Hm? En het is een heel bijzonder dier. Het dier wat ik je nu wil laten zien, leeft in Australië. Oh, een kangoeroe. Nou, je bent op de goede weg. Ik geef je een nieuwe tip. Het dier heeft een buideltje. Ja. Een kangoeroe. Ja, je bent wel op de goede weg, maar het is niet een kangoeroe. Het dier is mollig, heeft kleine berenoortjes, is niet zo groot, een grijze vacht, schattig om te zien. Ah, een koalabeertje? Klopt, helemaal goed. Het is inderdaad een koala, je hebt helemaal gelijk. Is dit niet vredig? Sst, Martin, hij slaapt. Nou, kom op, slaap, kindje, slaap. En als ik mensen meeneem en ik laat ze het zien, dan vinden ze het fantastisch. Ze vinden het prachtig. Martin, toen ik hier binnenkwam, ben ik echt onmiddellijk verliefd op hem geworden. Zie. Oh ja? Leuk, hè? Moet je het zien. Wat zo mooi is bij die koala's, alles gaat een beetje traag, een beetje langzaam. Ze zijn ook een beetje luiig. Nou ja, luiig, wat is in de natuur? Een uur of 20 slapen ze per dag. 20? Ja. Echt? Ja, ze hebben geen kind aan ze dan. Als ze 20 uur per dag slapen, dat is toch immens veel. Waarom willen ze zoveel slapen? Nou, ze eten eucalyptusbladen. Dat moet verteren. Dat heeft veel rust nodig voordat het goed in die maag opgenomen wordt. Dit is dan
die eucalyptus van de koala. Een bosje voor jou, alsjeblieft. Dank u wel. En dan weet hè, dat er meer dan 500 soorten. 40 zijn er misschien geschikt voor de koala. En dat selecteert hij precies uit. Dat is het enige wat hij eet? Dat is het enige wat hij eet. En dat valt niet mee, dat moet verteren. Daar heeft hij tijd voor nodig. Hè. Vandaar al dat slapen. En dat slapen dan, dat zorgt voor een goede vertering. Hey, jij zei tegen me dat een koala een buideldier is. Ja. Nou, als je normaal een buideldier zoals wij zien in Australië... Kangaroo. De kangaroo, dan zit hij aan de bovenkant de buidel. Mm-hmm. Maar bij een koala zit hij aan de onderkant. Waarom? En nou moet je eens opletten, dat is niet zo onvoorstelbaar. Ze paren, 35 dagen later komt een jong, heel klein. En dat zit dan in die buidel. En dan kruipt het naar beneden toe, komt het bij de anus... en eet dan de ontlasting op. Ze eet de ontlasting gewoon, dat is een papje van de eucalyptusbladeren. En dat heeft hij nodig. En gedurende een week doen ze dat. Nou, en daarna zit hij een halfjaartje op de rug, paardje te rijden. Gewoon. Een half jaar gaat hij mee met de mama? Ja, een half jaar. Oh, super. Zeg, en als hij alles zo traag doet, moeten wij dan niet een beetje trager praten? Nou, dat opgewonden gedoe van mij hoort niet bij een koala. Dat ben ik inderdaad met je eens. Maarten, ik ben echt helemaal verliefd op de koalabeer. Het zal niet makkelijk zijn om me onder de indruk te krijgen de volgende keer. Nou, ik weet zeker. Ik heb de volgende keer weer iets wat heel bijzonder is. Toch? Ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Ik denk dat je weer verrast zal zijn. Ja? Maar ik vertel het je niet. Ik hoop dat jullie de volgende keer ook weer verrast gaan zijn. Ik alleszins wel. Filmpje! Plopperdoplopperdoplop. Ik ben Kabouterplop en samen met mijn vrienden kun je me altijd in mijn paddenstoeltje vinden. Dit hier is Kwebbel, die praat en praat en praat. En dit is Lui, die slaapt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit hier is Klus, die knutselt toch zo graag. En ik zal nu vertellen wat er is gebeurd vandaag. Dag ploppertjes allemaal, wat ben ik vandaag bang geweest. Willen jullie weten waarom ik bang was? Wel, dat zal ik jullie eens vlug vertellen. Het begon allemaal deze morgen in mijn melkherberg. Ik had net al mijn glaasjes mooi afgedroogd toen ik plots bezoek kreeg. Dag! Aha, dag Plopje. Zeg Plop, er is iets wat ik niet weet, maar wat ik wel heel graag zou willen weten. En daarom wil ik jou iets vragen, maar eerst hè, moet ik jou nog iets zeggen. Kwebbel! Zeg jij maar niks meer en vraag maar gewoon wat je wil vragen. Oké, het is al goed. Waarom staat die ton daar voor jouw deur? Een ton? Welke ton? Zeg Plop, nu niet flauw doen hè. Buiten voor jouw deurtje staat een grote ton. Echt waar? Echt waar. Volk! Dag, Lui. Zeg, Plop. Mag ik eens iets vragen? Ja, jij wil zeker vragen wat die ton daar voor mijn deurtje staat te doen. Ja, hoe weet jij dat? Omdat ik het ook al gevraagd heb. Wel, vrienden, ik weet niet wat die ton daar staat te doen. Want ik weet niet eens dat er een ton voor mijn deur staat. Maar we zullen die ton eens vlug naar binnen brengen. Tonnen binnenbrengen. Oh, ik word daar zo moe van tonnen binnenbrengen. Even later stond de ton binnen. Plop, ik weet echt niet waar die ton vandaan komt. Wat zou erin zitten? We zullen ze eens vlug openen. Oh, tonnen openen. Ik word daar zo moe van tonnen openen. Plopper de plop, Kwebbel. Heb je dat gezien? Wat moet ik gezien hebben? Die ton. Die ton bewoog. Dat kan toch niet een ton die zomaar beweegt? Jij moet zeker gedroomd hebben, hè? Want ik zal eens iets zeggen, hè? Die ton beweegt weer. Maar nee, dat wilde ik niet zeggen. Maar ik wel, kijk dan. Kom. Je hebt gelijk. Kom mee, Plop. Er zit zeker een spook in die ton. Oh, zeg, denk je? Ik ben er zeker van. Plopper de plop. En Lui zit daar nog. We moeten hem wakker maken. Lui, wakker worden.
Ja, is er iets? Ja, ja, er is zeker iets. Die ton beweegt. Hoe kan een ton nu bewegen? Die ton, hè, die... Luier de lui, die ton beweegt. Daar zaten we dan, te bibberen van de schrik. En de ton bleef bewegen. Toen besloten we om allemaal samen de ton te gaan openen. Dus, je weet het, hallo. Kwebbel en ik, wij openen de ton. En jij slaat met de deegrol op het hoofd van het spook. Ja, ik heb het begrepen. Ik zal tot drie tellen. 1, 2... 3! Stop! Het is geen spook. Het is Klus. Wat doe jij in die ton? Dat was een grapje van mij. Ik wilde jullie eens goed bang maken. En ik zie dat het me nog aardig gelukt is ook. Ja, ja, ploppertjes. Klus had ons goed beetgenomen. Maar even later konden we allemaal goed lachen om zijn grapje. Zo, dan ga ik nu naar Kabouter Droomland. En jullie weten het, plopper de plopper de plop. Dansen! Hallo, swingende supersterren. Vandaag gaan we vooral veel met onze armen zwaaien. Ja, want we gaan vandaag het refreintje van Mama C aanleren. En om jullie geheugen een beetje op te frissen, zal ik even laten zien hoe die ook alweer ging. Daar komt ie! Nou, laten we maar gauw onze armspieren losmaken, want we gaan beginnen! Oké, we gaan eraan beginnen. En we beginnen met onze arm omhoog en opzij. Omhoog en opzij. Dan gaan we en zwaai en zwaai. Ik heb al heel veel kindjes in het publiek dat zien doen. En dat zag er al heel goed uit. Kom, we doen het nog ietsje sneller. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. En zwaai en zwaai. Dat gaat al goed, hè? Dat dacht ik. Dan gaan we verder. Doe je mee allemaal. Dus je wijst 2 keer naar voren. Doe je mee allemaal en schep en schep. Doe je mee allemaal in een kei gekke taal. Dat is de tekst. Jullie mogen meezingen als jullie willen, hè? Oké, komt-ie, hè? Ietsje sneller. 5, 6, 7. Mama C, mama Sa en zwaai. Nog een keer. Mama C, mama Sa en zwaai en zwaai. En wijs. En wijs en schep. En schep, mama se, mama sa, mama sakamumba. Dat is hem eigenlijk al. Jullie weten nu alle stapjes die we eigenlijk moeten weten, want we doen hem een paar keer achter elkaar in het liedje. Laten we hem 1 keertje doen, van het begin tot het einde, zonder muziek. Oké? Ja. En thuis mogen jullie meezingen, hè? Komt-ie. 5, 6, 7. Mama se, mama sa, mama zwaai. En zwaai. Zij, op, zij en zwaai. Nu gaan we wijzen. Doe je mee allemaal. En schep, mama se, mama sa kamo. Nu nog een keer. Mama se, mama sa, goed. Mama sa kamoomba. Mama se, mama sa kamoomba. En wijs, en schep, mama se, mama sa kamo, sa kamoomba. Dus dat einde is eigenlijk een beetje anders. Want dan is het liedje eigenlijk klaar, het refreintje is klaar. En we eindigen met onze vinger in de lucht. Ja, zo dus. Laten we dat dan nog een keertje doen met muziek. Oké, we gaan eraan beginnen op muziek. Gaat-ie, hè? Zingen. Mama, zingen. En wijs. Allemaal in een kei gekke taal. Mama, zingen.
eerlijk zeg, ik ben trots op jullie allemaal. Hey, en volgende keer leer ik jullie weer een andere move aan. En tot die tijd, blijven oefenen. Dag! Tekenen! Hoi iedereen, wij gaan weer tekenen en hopelijk jullie ook. Dus haal jullie tekengenij maar al boven. Jean-Paul, welk kunstwerk ga je ons vandaag laten maken? Hier gaan jullie heel blij mee zijn. Kijk eens. Oh, oh, dat is mooi. Prinsesje. Zijn we weg? Ja, we zijn weg. We gaan beginnen met het lichaam. Zo, dat is het kleedje al. Zo. Een groot driehoek bijna of ja, zo. Ja, zoiets. Maar dan met een platte punt. Nu, halsje. Dus een klein rechthoekje. Dan gaan we zo een rondje opzetten. Een bolletje. Een beetje lager dan het midden. Een neusje. Eigenlijk een C. Dat is een C. Twee oogjes, de lip zo en een rondje. Oh. Of een ovaaltje. En nu het kroontje. Goed opletten. De rechthoek. Van die hoek naar het midden toe, omhoog, naar beneden, terug omhoog. En drie bolletjes erop. En dan gaan we nu wolkjes maken. Gevolgd een beetje de ronding. Oh, ik wou dat ik zo'n krullen had. Ja. Dat zijn krullen, hè. Nu, de mouw. Vanaf de hoek van de... Vanaf de hoek. Het is een beetje brede schouders. Dat is een stoere. Oeh, ja. Josje, kan ik die nog wat smaller maken? Nee, maar dat zijn alle soorten prinsesjes, denk ik wel. Hè? Ja, ik vind dat niet mooi. De handjes is wel niet gemakkelijk. Dat denk ik ook niet. Kijk. Zo, zo. Zo, zo. Stop. Dus. Nog eens, kijk. Zo, zo, zo. Vier, hè? Geen vijf vingers. Oh nee, ik heb kraaienpootjes. Ja, die heeft ergens tussen gestoken, hè? Tussen een deur of zo. Oh. Oh, dat vind ik moeilijk, handjes. Ah, wel, ja, kijk. Opnieuw. Ja, ik zal het eens voor. Ik kan het. Het is eenvoudig, hè? Zo. Dan doe je zo. Dan doe je op, op, op. Mooi. Dat is gemakkelijker natuurlijk, hè? Nu, goed kijken. Hop, 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 hop. Nu gaan we rondingsjes maken van één lijntje naar het ander. Ah ja, van puntje naar puntje. Ja, ja. En dat maakt dan een mooi kleedje. En nu de schoentjes. Dus een ovaaltje zo. En een ovaaltje zo. Dan zitten al een beetje de schoentjes erin. Mm-hmm. En nu, nog een ovaaltje zo. Oh. En nog een ovaaltje zo. Voetjes met de tenen tegen elkaar, hè? Ja. Nu is het moment om het allemaal in stift te zetten. Jee! Het is alles of niks nu, hè? Gaat het allemaal? Mm-hmm. Oh, zo lijkt het net een engeltje. Dat is spannend, hè? Ja. Goed, ziet er goed uit. En de laatste. Jee! Zeg, dat is zo mooi als onze drie prinsesjes hier aan tafel. Oh. Oh. Dank u. En nu, aha, wat gaan we nu doen? Het dingetje! Het dingetje. Ah. Josje? Ik geef er mooie oorbellen. Ah, dat is mooie, sierlijke... Hangertjes. Ik wil graag gouden schoentjes, maar hoe kan ik die doen blinken? Moet ik het eens voordoen? Ja. Lichte streepjes. Wauw, nu ik ken, hè. Ik maak er een raadseltje van. Ik verander iets aan de tekening en jullie moeten raden over welke prinses het gaat. Het verhaaltje, het sprookje eigenlijk. Okay. Ogen dicht. Ik ben benieuwd. Kijken. Oh, ze speelt met de kniekers. Nee. Ze heeft een vrat op haar teen. Nee, het is wel een sprookje, hè? De prinses op de aard. Ja! Super. Ik ga nog iets anders doen. Wat hij denkt. Oh! Een verliefd. Ze is verliefd. Ze is aan dromen. Lieve tekentalentjes,
Onze kunstwerkjes die zijn af. En wij zien jullie graag een volgende keer terug voor een nieuwe tekening. In de wereld van K3. Clipje! Zijn op een keileke zomer, vol fantasie, vol muziek en